Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe leesvlog. Ik moet mijn pony nog even veunen, zie ik, want dat is nog een beetje, nou ja, houtje touwtje. Het is maandagochtend, het is hoeveel maart alweer? 6 maart, het schiet echt gigantisch op. Ik dacht gisteren eigenlijk van ik ga voordat ik moet werken eventjes een vlog starten. Maar het was deze telefoon weer leeg. Die had niet goed opgeladen. Dus ik doe het nu. Ik moet straks ook werken. Tot 8, dus een lange dag. Maar maandag is altijd wel een leuke dag. Want er komt altijd geregeld wat bestellingen binnen, wat vracht. Engelse boeken. Dus we zijn altijd wel lekker bezig met elkaar. Ik weet niet meer precies hoe ik mijn leesvlog ben geëindigd vorige keer. Wat ik had gelezen, wat ik uit had, waar ik in bezig was. Dus ik vertel maar gewoon hoe het nu zit. Ik heb uitgelezen Achter de façade van Mireille Geus. Ik vond dit een verrassend pakkend boek. Ik heb het aan één stuk eigenlijk doorgelezen. Het gaat over een vrouw die noemt zich Jess. Ze heet eigenlijk Jasmine, maar ze wil haar verleden gewoon uitwissen. Is een gescheiden vrouw met twee pubers. Heeft het goed voor elkaar. Het leven loopt in haar ogen perfect. Ze heeft natuurlijk wel de scheiding waar ze mee te dealen heeft. Dat is wel achter de rug, maar nou ja, pubers waar ze mee te dealen heeft. Maar eigenlijk houdt ze alles in control. Ze is heel perfectionistisch en wil vooral haar verleden uitwissen. Dat is al snel duidelijk. Dan gebeuren een paar dingen waardoor haar leven niet meer controleerbaar is. Waardoor er andere mensen zijn die controle op haar leven gaan uitoefenen. En daar raakt ze eigenlijk helemaal van in de war. Je leest dan ook echt een heel ander soort type vrouw. In het begin had ik niet echt, ik moet even zitten, had ik niet echt heel erg veel compassie met haar. Ik vond haar niet echt een hele leuke, leuk personage. Als in de zin van dat ik het geen prettig persoon vond. Ik vond haar een beetje bitchy. Maar juist door die stukjes die dus in haar leven omver vallen, waar ze geen grip op heeft, wordt ze kwetsbaar. En daarin vind ik haar eigenlijk als persoon leuker worden. Je leest vanuit haar perspectief, maar je leest ook vanuit het perspectief van haar broer, die dus plotseling voor de deur staat. En je voelt al gewoon, zij hebben geen makkelijke jeugd gehad. Er zijn dingen gebeurd met hun ouders, met elkaar. Waar zij dus voor heeft gekozen om dat helemaal uit te wissen. Dus dat is niet mals. Het leest ook een beetje als een psychologische thriller op het einde. Ik vond de schrijfstijl en de vlotheid een beetje deed me denken aan Zacht op lachen van Malou Holshuizen. Daar een beetje dat frisse, de frisse taal. Ik weet niet zo goed hoe ik het precies moet omschrijven. Maar ik vond het gewoon echt een heel gaaf boek. Ik heb 4 sterren gegeven. En ik ben heel erg benieuwd wat Mireille Geus nog meer gaat uitbrengen in de toekomst. Dan ben ik wel gaan zitten, maar dan heb ik dus niet de boeken gepakt waar ik nu in bezig ben. Dat is misschien niet zo heel erg handig. Ik ben nog steeds bezig in Het Woud van Birnam. Die heb ik even apart gelegd, want dat leest niet heel snel. En ik heb nu bijvoorbeeld veel dagen dat ik moet werken. Daar heb ik maar eigenlijk kleine momentjes om even te lezen. Dan moet ik niet een boek hebben waar ik te veel bij na hoef te denken. Als ik pauze heb een half uur, dan wil ik gewoon eigenlijk een boek hebben waar ik gewoon even, nou ja, vlot en makkelijk in kom. Ik ben begonnen in Beste Vrienden van Camilla Shamsi. Ik ben nog niet zo heel erg ver. Het gaat over 3 vriendinnen. 2 die zitten bij elkaar op school. Even kijken hoor, in Karachi, Pakistan, denk ik. Pakistan. 2 komen uit een, ja, het zijn voornamelijk eigenlijk Sarah en Mariam. Er is 1 meisje nog bij, maar daar gaat het niet heel erg over tot nu toe. Mariam is, komt uit een rijke familie, hoeft eigenlijk niet echt na te denken over de toekomst. Ze is al geselecteerd voor een hogeschool in Londen, volgens mij. Weet al dat zij de opvolger wordt in het bedrijf van haar vader. En Sarah komt uit een heel ander milieu, moet echt de beste cijfers halen om die beurs te pakken te krijgen om naar Londen of Amerika te gaan. Dus er is een groot verschil in opvoeding, in jeugd.
Volgens mij verliezen ze elkaar uit het oog. Want er staat 30 jaar later wonen Sarah en Mariam in Londen. En zijn ze nog steeds, zijn ze nog steeds beste vriendinnen. Dus die vriendschap die blijft doorgaan. Maar volgens mij gebeurt er iets wat hun vriendschap op het spel gaat zetten. Dit leest wel minder makkelijk qua schrijfstijl dan dan Achter de Façade. Misschien dat je dan toch merkt dat het vertaald is of zo. Ik weet het niet. Ik moet nog een beetje wennen aan sommige zinnen en zinnen achter elkaar zijn een beetje complex. Dat ik denk, ik snap de pacing, noemen ze dat dan volgens mij. Het lukt me nog niet helemaal om er echt in te komen. Maar ik ben natuurlijk ook nog niet zo ver. Dus dat gaat echt wel goed komen. Dan ben ik nog aan het luisteren naar What the Fuck. Maar deze week is het qua weer niet zo denderend. Dus dan ga ik vaker eventjes met de auto. En dan luister ik eigenlijk gewoon de radio of cd. Dus ja, cd. Mijn auto heeft een cd-speler. Geen luxe verbinding met mijn telefoon en zo. Dus die ga ik misschien van de week even een keer luisteren in mijn pauze. Ik denk, ik pak geen boek, ik doe mijn oortjes even in. Ik ga luisteren naar What the Fuck, die ik nog steeds heel interessant vind. En dan heb ik in de planning om deze week te starten in Cemetery Boys. Deze, die ligt natuurlijk al heel lang op mijn TBR-karretje. En ik wil nu gewoon af en toe ook een boek van dat rijtje pakken. Want dan kan ik ook gewoon een keer weer een verfrissend rijtje neerzetten met boeken om te lezen. Omdat, het schiet niet echt op. Dus deze wil ik deze week ook starten. En dan waarschijnlijk op een vrijdag. Dus op vrijdag of zaterdag moet ik even kijken wanneer ik er tijd voor heb. Dus die is ook in de planning om snel te starten. Dan heb ik nog een paar boeken om te laten zien. Allereerst een leesexemplaar. Connemara, sorry voor dat. Dat is mijn telefoon. Connemara van Nicolas Mathieu. Dit is ook een boek die ik voor mijn werk ga lezen. Ik weet nog niet precies wanneer, want het is op zich wel. Het is niet een heel dun boek. Pagina's, ruim 400 pagina's. Maar ik wil hem wel gaan lezen. Dus het komt op het karretje van te lezen boeken. Dus mijn TBR-kar die echt ontploft met boeken. En dan heb ik nog niet eens alles erop gezet wat ik gewoon nog in mijn kast heb staan, waar ik ook heel erg naar verlang om te lezen. Het is, ik moet eigenlijk gewoon een heel lang vakantie en dan gewoon alleen maar lezen. Maar ja, dat gaat voorlopig nog niet gebeuren. Dan had ik twee cadeaubonnen. Een boekenbon van 15 euro die ik van Fenna had overgenomen. Het was een Primera bon, die heb ik omgezet in een boekenbon. Want zij ging hem niet gebruiken. Ik zeg, dan krijg je van mij dat geld, dan gebruik ik hem. En ik had weer boeken ingeleverd voor de tweedehandsafdeling. Dus ik kon mijn stapel meenemen die ik al klaar had liggen. Dat is altijd leuk als je dan met bonnen kan betalen. Volgens mij moest ik 5 euro nog zelf betalen. Ik heb meegenomen Maybe in Another Life van Taylor Jenkins Reid. Ik wil gewoon al haar boeken in mijn kast hebben. Want ik heb er al een aantal gelezen en ik vind ze allemaal geweldig. Ik ben nu Daisy Jones and the Six aan het kijken op Prime. Ook weer geweldig. De LP spelen we elke keer af in de winkel. Ook super. Dus ik had zoiets van, ik wil ze gewoon in mijn kast hebben staan. Dat ik ze gewoon kan lezen wanneer ik wil. Daisy Jones and the Six heb ik dus ooit als luisterboek geluisterd. Dat vond ik echt heel gaaf. Dat was met meerdere stemmen. Het was gewoon heel goed gedaan. Maar boek had ik zelf dus niet. Dus ik dacht, die wil ik dus eigenlijk ook nog gewoon hebben. Misschien dat ik hem ook nog een keer fysiek ga lezen. Dan heb ik ook nog After I Do van Taylor Jenkins Reid. En Forever Interrupted. Ze heeft dus meerdere boeken opnieuw uitgebracht in deze serie stijl van covers. Dus het zijn wat oudere titels ook van haar erbij. Maar ook erg interessant. Dan heb ik nog gekocht The Book of Eve van Mac Clottier. Fantastische cover. Dit zijn echt covers waar ik gewoon al standaard eigenlijk voor gaas ga. Die wil ik gewoon hebben. Het vogeltje ook. Fantastisch. En volgens mij is dit een beetje een gothic boek. Ik weet het niet. Gothic fantasy. Gothic. Het gaat over een librarian. Er komen twee, op een avond komen er twee vrouwen bloedend naar dat convent. Dat is een klooster. Naar het klooster. Spannend. Ik kan het even niet zo snel vertalen. Maar in ieder geval, die heb ik gekocht. En ik heb het nieuwe boek van
Shannon Chakraborty gekocht. The Adventures of Amina al-Sirafi. Dit is een nieuwe serie volgens mij. Volgens mij wordt het een serie. Een beetje Pirates-achtige. Girl Power Pirate. Ja, op zee, op een boot. Meestal met piraten. En ik heb goede reviews gezien op Goodreads. Ik weet niet wanneer ik hem ga lezen, maar dan heb ik hem alvast. Dat is een zinnetje die ik vaker gebruik. Het is nu 9:00. Dus ik heb nog een uur voordat ik wegga. Ik ga even lekker op de bank lezen. Ik heb nog een was om te vouwen. Dat ga ik nog even doen. En dan ga ik richting mijn werk. Ik heb ook weer nieuwe Legami pennetjes waren er binnen. Oh, die zijn ook zo verslaafd. Ik hou van schattige pennetjes. Oh, en ik hou sowieso van schattige dingen. Want ik heb ook gekocht vorige week mijn geweldige kawaii kleurboek. Ik vind hem echt zo schattig. Amy heeft hem ook gekocht. Dus als ik een keer even met een luisterboek mijn hoofd wil leegmaken, ga ik gewoon kleuren in mijn kawaii kleurboek. Beetje kinderachtig, maar wel leuk. En dat mag. Dus, dit is wat ik kon laten zien. Ik ben benieuwd wat deze week weer qua lezen gaat brengen. Ik heb vrijdag en zaterdag vrij. Volgens mij heb ik zaterdag wel hockey de hele dag. Dat begint natuurlijk weer. Dus vanaf de middag tot begin van de avond ben ik wel zoet. En daarna is Wie is de Mol finale. Dus zaterdag wordt niet een hele uitgebreide leesdag, denk ik. Maar vrijdag wellicht wel. Maar ja, ik heb ook nog een huis die schoon moet. Dus we gaan het zien. Dus ik moet nu gaan lezen, want nu heb ik even tijd. Dus doeg! Goedemorgen! Ja, en dan is het opeens alweer donderdag. Mijn dagen die zijn druk. Vliegen voorbij. Ik ben natuurlijk altijd zondag, maandag, dinsdag aan het werk. En maandag en dinsdag zijn lange dagen. Dan werk ik echt de ene avond tot 8, de ander tot 7. En dan moet ik woensdag ook altijd nog de ochtend werken. En als ik dan thuis kom, dan is het boodschappen doen, aandacht voor de kinderen, huiswerk, wat we moeten doen. Ik heb gisteren wel eventjes daarover, of eigenlijk al een paar dagen, over nagedacht of het haalbaar is voor mij om die woensdag toch thuis te zijn. Dus dat ik toch 3 uur minder per week ga werken. Ik heb eventjes dat nagevraagd bij de salarisadministratie. Daar krijg ik hopelijk vandaag antwoord van. Want ik merk gewoon dat ik tijd tekort kom. Ik kom tijd tekort om het huis helemaal. Ik hou het huis wel bij. Maar dat gaat ten koste van de momenten dat ik eventjes op adem kan komen. Eventjes kan ontspannen. Ik ben elke avond echt afgepeigerd. En dan lig ik in bed en dan kan ik vervolgens weer niet slapen. Omdat ik weer bedenk, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Nou ja, misschien dat meer mensen het herkennen. Het is gewoon best veel werken met nog 3 kinderen thuis en gewoon een gezin runnen. Dat is voor mij natuurlijk ook allemaal nu een beetje wennen. Ik moet het natuurlijk nu gewoon alleen doen. En dat gaat allemaal prima, maar het gaat ten koste van mijn rustmomenten. Die worden nu meer opgeofferd en ik merk dat ik die gewoon echt nodig heb. Dus wellicht dat ik in de toekomst gewoon de woensdag vrij ben. Zodat ik in de ochtend lekker de dingen kan doen als boodschappen en het huishouden. En dat ik dan de middag echt vrij heb voor de kinderen, voor mezelf. Om gewoon echt eventjes die rust te pakken. Dan heb ik donderdag nog een lange dag en dan heb ik weekend. Dus dan heb je echt zo'n rustmomentje even daartussen. Want mijn lezen gaat ook niet zo rap als dat ik zou willen. En het hoeft niet snel, het hoeft niet veel. Maar ik heb die momenten echt even nodig om mijn hoofd even leeg te maken. En ik merk gewoon, ik kom er bijna niet aan toe. En dan heb je allemaal boeken die je heel graag wil lezen. Maar vervolgens liggen die op de plank en lukt het niet. Ik heb wel een leesupdate. Het is geen grote, maar toch wel eventjes het benoemen waard. Want ik ben nog steeds bezig in Beste Vrienden van Camilla Shamsi. Ik moet zeggen dat ik er even lastig in kwam. Of dat nou de schrijfstijl is of het verhaal. Ik merk dat ik er nu een beetje in ga komen. Maar dan zit ik al wel op pagina 122. Er begint nu een beetje. Ik heb de schrijfstijl een beetje onder de knie. Niet dat het ingewikkeld is. Maar het boek wat ik hier voorlas was gewoon een makkelijke schrijfstijl. Gewoon goed lopende zinnen. Eigenlijk goed. Makkelijk lopende zinnen.
een makkelijker verhaal wellicht. Dus daar zat ik gewoon veel sneller in. En hierin heb je vaak wat langere zinnen. Wat meer gedachten die er dan ook nog in een zin tussen komma's bij staan. Ik kan het nooit zo goed mijn vinger erop leggen wat het dan is. Maar het loopt voor mij dan even niet zo makkelijk. Ik heb dan echt eventjes tijd nodig om aan die stijl te wennen. Maar ik zit er nu in. Er komt ook wat meer herkenning bij de personages. De personages zijn wat meer, krijgen wat meer beeldvorming in mijn hoofd. Dus dan leest het al sowieso wat prettig. Omdat je dan ook wat meer interesse krijgt in wat er gebeurt. Dus ik had heel even de neiging om hem weg te leggen. Om te denken, ik ga toch eerst een ander boek pakken. Maar ik ga nu wel door. Want nou ja, ik ben nu bijna op de helft. Ik ben morgen vrij, dus ik denk dat ik er nu gewoon lekker in door kan gaan. En daarna Cemetery Boys kan pakken. Wellicht nog gecombineerd met een boek die ik voor mijn werk moet lezen, maar dat zie ik wel. Mijn luisterboek ligt wel even stil, want dat doe ik eigenlijk alleen als ik ga fietsen. En met het weer van deze week, zo koud, nat, dacht ik nee, ik pak de auto. Dus die ligt even los. Misschien morgen als ik even iets in huis gaan doen, dat ik even oortjes in doe. Maar ik heb het toevallig gisteren met een collega daarover. Ik heb thuis nooit muziek aanstaan. Mijn moeder heeft altijd de radio aan of heel vaak. Mijn collega zegt, oh, ik heb ook altijd muziek, een playlist aan. Ik heb nooit muziek aan non-stop elke dag. Heel af en toe zet ik een LP op als ik ga puzzelen of als ik even ga schoonmaken en ik heb eventjes die vibe nodig van een beetje rockmuziek om eventjes de energie te krijgen om schoon te maken. Voor de rest hou ik heel erg van rust. Dat heb ik van mijn vader. Mijn vader heeft dat ook. Ik hou gewoon van lekker stilte om me heen. Niet constant geluid. Dus een luisterboek zomaar even aanzetten op mijn hoofd als ik het huishouden ga doen, doe ik ook niet. Ik heb dan gewoon, en ook plus, oortjes in mijn oren. Als er kinderen thuis zijn, heb ik sowieso liever niet. Want als ze me dan roepen, dan hoor ik ze niet. Dat heb ik namelijk andersom ook. Vind ik het ook heel irritant. Als ik vooral Amy en Venna wat wil zeggen en ze hebben oortjes in. En nou ja, nul respons. Dus dat heb ik zelf ook niet. Maar deze neem ik vandaag ook mee naar mijn werk. Ik weet niet of ik tijdens mijn pauzes veel zal lezen. Ligt er een beetje aan of ik alleen zit. En vanavond ben ik niet thuis. Ik ga uit mijn werk met Amy en mijn collega leidinggevende. Die is jarig vandaag en ze was alleen met haar verjaardag. Dus Amy en ik gaan met haar eventjes lekker een drankje doen uit het werk. En misschien even poelen of nou ja, even bij een, gaan bij O'Leary's even zitten en even haar verjaardag vieren. Dus vanavond ook niet, maar morgen ga ik hier lekker in verder. Dan is de Women's Prize Longlist. Women's Prize for Fiction Longlist bekendgemaakt. Kijk echt de video van Savage Reads. Ik vind Simon echt een fantastische booktuber. Hij doet deze video, de reactie op de nou ja, longlist met zijn moeder samen. En dat is, ja, ik vind het een komisch duo. Zij is heel nuchter en hij is zo ad rem. Ja, ik vind het echt een fantastische video altijd. Dus de longlist is bekendgemaakt. Nou heb ik de neiging, dat heb ik vorig jaar ook gedaan en ook met de Booker Prize. Dan koop ik dus toch wat boeken van die longlist of de shortlist uiteindelijk, die mij interessant lijken met het doel om ze te lezen. En het liefst een beetje in de periode van die longlist, shortlist, announcements. Maar het lukt me nooit, want tijd. Ik heb er gewoon geen tijd voor. Ik heb er dit keer wel één gekocht. Ik had trouwens twee al gelezen. Medusa, of tenminste de Nederlandse vertaling die van Medusa. Die heb ik natuurlijk pas gelezen. En de Marriage Portrait van Maggie O'Farrell. Of het huwelijksportret. Die heb ik ook gelezen. Dus er staan twee titels op die ik al heb gelezen. Dat vind ik leuk een keer, dat ik een beetje erover mee kan praten. Volgens mij stond er ook een titel op waarvan ik het boek al heb, dacht ik. Nou, ik weet het niet helemaal meer. Maar ik heb in ieder geval ook nog één gekocht. En mijn collega die nu de Engels inkoopt heeft van alle titels in ieder geval één ingekocht. En van sommige ietsje meer. Dus wellicht dat ik er nog wel eentje ga kopen. Maar deze had ik namelijk al een keer weggelegd om mee te nemen. Toen dacht ik, nee, Hilde, wees verstandig, sparen. Toen heb ik hem weer teruggelegd. Maar nu dacht ik, nee, ik wil hem toch eigenlijk heel graag hebben. The Bandit Queens van Parini Schroff. Deze staat dus op de longlist. Maar toen ik hem binnenkreeg, vond ik de cover allereerst al fantastisch. Maar ik vond het ook gewoon
de quote, of tenminste de omschrijving die achterop staat. Ik ga hem niet helemaal lezen, maar het stukje bovenin. For Gita, life as a widow is more peaceful than life as a wife. Until the other wives in our village decide they want to be widows too. Nou, fantastisch. Dus dit is een boek die ik heel graag wil lezen. Die ik al had willen lezen. En dan ook die op die longlist staat, wil ik hem helemaal lezen. Dus die heb ik gekocht. Dan heb ik nog twee leesexemplaren. Eén hele zware, dikke. De Droom van Odysseus van José Enrique Ruiz Domenech. Ik zal het waarschijnlijk niet goed zeggen. Dit is een non-fictieboek geschiedenis. Maar ik vond hem er zo mooi uitzien. Een Griekse het is niet een hervertelling, denk ik. Maar ook kijk de binnenkant. Dat had ik nog niet eens gezien. Heel erg mooi. Deze heb ik destijds aangevraagd toen ik de folders door ging nemen. Volgens mij is dit een boek om mee naar het verleden te reizen, het heden te begrijpen en na te denken over de toekomst. Ja, het gaat over gewoon mythen, grootse religies en de invloedrijkste filosofieën. Ja, gewoon een non-fictieboek waarvan ik dacht, dit wil ik ooit een keer gaan lezen. En waarschijnlijk in stukjes, dus dat ik hem gewoon neerleg beneden en hem af en toe eens pak. Net als dat ik heb gedaan met De Meeste Mensen Deugen. Ja, ik las moord, maar dat is natuurlijk droom, maar spiegelbeeld moord. Nou ja, De Droom van Odysseus. Nee, het leek me gewoon echt een heel interessant boek, anders had ik hem niet aangevraagd. En deze kreeg ik eigenlijk ongevraagd opgestuurd naar mijn werk, ter attentie van mij. Cold Case, Vagevuur, een nieuwe thriller van Tina Frenstedt. Ik heb van haar ook die ander gelezen. Dan moet ik even kijken hoe die ook alweer heette. Oh, allebei trouwens, Verdwenen en Countdown. Die heb ik allebei gelezen. Die vond ik allebei ook heel erg goed. Dit is natuurlijk met hetzelfde hoofdpersonage steeds. En volgens mij was dat hoofdpersonage Tess, waarvan haar moeder was overleden. En zij in een dorpje woonde waar vrouwen toen of meisjes verdwenen. Volgens mij is dat die serie. Ik moet zeggen, af en toe laat mijn geheugen me dan een beetje in de steek, omdat ik zoveel lees dat ik het even niet meer weet. Maar volgens mij is het een nieuw deel in die serie. En dat vond ik een hele gave serie. Dus daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Mijn vinger gaat een beetje dood aanvoelen. Het is inmiddels 9:15. Ik ga over ongeveer een uurtje richting mijn werk. Dan ga ik even langs het tuincentrum een zak aarde halen. Want ik heb een plant gekregen van een vriendin van mijn moeder. Een hele ingewikkelde plant. Ik noem het een ingewikkelde plant, want hij is gewoon ingewikkeld. Hij staat alle kanten op. Ik moet sommige dingen misschien nog een beetje omhoog binden. Maar daar moet wat aarde bij. En de plant die daar stond, die was sowieso al heel zielig. Want die kon alleen maar steunen tegen de muur. Die heb ik nu hier gezet. En die steunt weer tegen de muur, omdat er te weinig aarde in zit. Dus dat moet ik even regelen. Ik ben geen plantenvrouw. Bij mij gaat het merendeel ook regelmatig dood. Of ik ben daar gewoon niet zo heel erg best in. Dus ik denk, laat ik nu het goede voorbeeld even geven. Ook aan mijn kinderen, dat ik het wel kan en dat niet alles doodgaat bij mij aan planten en even een zak aarde halen. Dus dat ga ik even doen. Ik ga nu eerst mijn haar even borstelen en mijn pony feunen en dan mijn tas voor het werk klaarmaken en dan nog even lezen. Dat is wat ik ga doen. En dan aarde halen en naar mijn werk. Dus dat was even een update. Morgen zal ik wellicht weer een nieuwe update geven, want dan ben ik vrij. Dus dan heb ik wat meer tijd. En wellicht dat ik dan weer wat verder ben in het boek en daar nog even iets over kan vertellen. Dus, tot morgen. Doeg! Ja, en dan is het gewoon boekenweek al 3 dagen hoor, want het is vandaag maandag. Maandagochtend, 8:15 bijna. Ik ga zo naar mijn werk, want ik werk vandaag van 9 tot 7. Het was gisteren echt lekker druk in de winkel. Veel mensen die stapels Nederlandse boeken meenamen. Veel boekenweekgeschenken uitgegeven. Het essay is ook goed verkocht. Ik heb hem zelf ook gekocht. Want ik vond Jack Roman van Raoul de Jong ook echt heel erg goed. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het boekenweek-essay. Boekenweekgeschenk schijnt ook heel goed te zijn. Ik heb nog nooit iets van Lise Spit gelezen. Maar dit is een mooie gelegenheid om kennis te maken met haar manier van schrijven. Ben heel erg benieuwd wat we vandaag gaan doen. Het is niet heel erg lekker weer. En dat is juist
vaak voor het winkelcentrum waar ik werk een voordeel, want dan gaan mensen sneller het winkelcentrum in. Dus ik ben benieuwd of we vandaag weer veel klanten krijgen die speciaal voor het Boekenweek of de Boekenweek naar Paagman komen. Ik heb het de afgelopen dagen een beetje druk gehad. Er was hockey, ik heb Wie is de Mol finale gekeken bij mijn broer en schoonzus, supergezellig. En ik vond het ook een hele leuke finale, want ik wist het gewoon dit seizoen echt niet. En het was erg leuk om te zien wat de uitkomst was. En zaterdag was ook een heerlijke dag met veel zon. Het was wel koud, maar door die zon maakte het toch een stuk aangenamer. En twee hockeywedstrijden van Fenna en Thomas zijn allebei met 6-0 gewonnen. Thomas heeft echt fantastisch gekiept. Het was echt zo leuk om te zien. En Fenna heeft lekker gespeeld. Dus het was ook nog eens gewoon een hele leuke middag om zo langs het hockeyveld te staan. Ik heb daardoor zaterdag ook niet zoveel gelezen. Een beetje in de ochtend, maar ik moet zeggen, hij is bijna uit. Deze neem ik mee naar mijn werk en ik gok dat ik hem in mijn pauze wel uit kan lezen. Ik denk dat ik hem 3 sterren geef. Ik vind het een verhaal waarbij ik gewoon niet heel erg een connectie krijg met de hoofdpersonages. Er zitten ook af en toe stukjes in dat ik denk, waar gaat het over? Dan heb ik echt even werkelijk geen flauw benul wat de dialogen of de conversaties of zo, waar het precies op slaat. Dat kan ook door mij komen, dat ik gewoon een paar delen een beetje vaag heb gelezen zonder het heel erg in me op te nemen. Maar ik ben niet zo invested, laat ik het zo. Ik ben niet zo in het boek. Ik kan het me niet heel erg goed beter verwoorden dan dat ik nu doe. Het is wat het is. Ik heb gisteren ook eindelijk de vaas van het merk Rice gekocht op mijn werk. Tadaa. Die heb ik in het verleden, een collega misschien wel, besteld voor de winkel. 2 stuks. 1 was er al verkocht door een collega. En ik zat er al zo lang op de aas. En elke keer dacht ik, nee, ik ga het niet doen. Nee, ik ga het niet doen. Maar gisteren, ik had zoiets van, ja, ik ga het wel doen. Ik wil gewoon wat dingetjes in mijn huis wat meer mezelf maken, eigen maken. En ik vond deze, ik ben er verliefd op. Ik heb ook nieuwe dekbedovertrekken van de IKEA gekocht. Ze zijn er in 2 kleuren, donkerblauw en een beetje de kleur van mijn muur. Met hetzelfde beetje paisley-achtig printje. Ik heb ze allebei meegenomen. Oude dekbedovertrekken die niet per se heel oud waren, maar bij een andere tijd in mijn leven hoorden. Die heb ik weggedaan. En ik heb lekker nieuwe dekbed overtrekken. Dus ja, ik zit lekker in mijn vel. Ik voel me goed. Ik heb zin in de toekomst. Ik heb zin om te gaan werken. Ik ga wel de woensdag, had ik al misschien gezegd. De woensdag ga ik stoppen met werken. Het waren maar 3 uurtjes. Maar je bent toch een hele ochtend en een deel van je begin van de middag kwijt. Met ook heen en weer reizen en zo. En nu kan ik op woensdagochtend lekker mijn huishoudelijke dingen doen, boodschappen. En heb ik de woensdagmiddag echt lekker vrij. Ik moet nu gaan naar mijn werk. Ik neem mijn boek mee. En ik sluit deze vlog bij deze af. Het is een iets minder lange vlog dan vorige keer. Maar ik had het gewoon een beetje druk. Maar dat wordt natuurlijk minder nou ik die woensdag lekker vrij ben. Dus ik kan de woensdag nu ook gewoon altijd even een leesupdate geven. Dus bedankt weer voor het kijken. Tot de volgende week en een fijne boekenweek. Doeg!